Verdachte heeft een man opzettelijk van het leven beroofd nadat hij samen met zijn oom geprobeerd had deze man geld af te persen. Het slachtoffer was een man die een zwervend bestaan leidde. Het hoeft geen betoog dat doodslag een zeer ernstig feit is. Uit de slachtofferverklaring van de zus van het slachtoffer blijkt het leed dat haar en de vader van het slachtoffer is aangedaan. Het slachtoffer waart in februari 2011 deervoen in een wenning op het Jerevingen. Hij wie zes wie mishandelen dat er oeren letter verstoor. De wie in het stuit, treimalen in het hoes onwijzig. De haatvertochte uit Drachten wie op het moment van de moord zwier onder invloed van drank. De straf is heger als die het Iepenmeer ministerie eerske. Nou, dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat TBS met dwangverpleging is opgelegd. Als het een TBS met voorwaarden was geweest, dan is de maximumstraf 5 jaar. Het is dwangverpleging geworden. En dan is de weg vrij om een hogere straf op te leggen. En dat heeft de rechtbank ook nodig gevonden in verband met de ernst van het feit. Nevens de rechter ziet het vers dat de drachter de man deerskopt het. Een schoolgouddruk van de man is weeromvoen op het gezicht van het slachtoffer. De man is ik veroordeeld voor een poging ter afpersing.